U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het zag er vandaag al fantastisch uit. Mooie wolkenluchten, blauw er tussendoor en de zon. Maar de temperatuur was nog niet zo hoog. Dat gaat echter wel veranderen, want de komende dagen gaat het kwik stijgen. We hebben hier twee grafieken met de kans op 25 graden en de kans op meer dan 30 graden. Nou, die kunnen we vergeten, maar meer dan 25 graden zit er wel in. We moeten wachten tot na het weekeinde met de topper... Woensdag, dan bijna 70% kans op een zomerse dag. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben vandaag gehad met bewolking boven ons land. En die bewolking bestond uit sluierwolken, maar ook uit stapelwolken. En de meeste wolken hadden we in het oosten. Geleidelijk aan trekt die bewolking naar het zuiden. En vooral in het westen klaart het al breed op. Komende avond en vannacht zullen de meeste wolken langzaam maar zeker wel gaan verdwijnen. Vanavond doen we dat met temperaturen rond een graad of 12. In de nacht gaat het kwik uiteraard omlaag. En het koelt af naar 3 graden in het oosten, 5 graden in het westen, weinig wind en vooral flink. Opklaringen daarbij. Morgen ziet het weerbeeld er al redelijk zomers uit, het plaatje althans. De zon schijnt volop. In het noorden van het land komt wat meer bewolking voor, maar het is allemaal vriendelijk van aard. Het blijft droog en de temperaturen zo 17 tot 19 graden. Alleen, net als we vaker zien bij noordenwinden, op de waddeneilanden blijft de temperatuur wel wat achter. Zal het een graad of 15 zijn? Dan gaan we naar de meerdaagse, naar het weekend bijvoorbeeld. En in het weekende zien we de temperatuur steeds verder oplopen. Zaterdag lokaal 20, zondag op veel plaatsen 20 graden. En dan is het nog droog met een geregelde zon vooral op de zaterdag. Maandag loopt de temperatuur verder op, maar dat gaat wel samen met een toenemende kans op een lokale bui. En ook de dagen daarna zien we de kans op buien toenemen. We zien echter ook de temperatuur verder stijgen met als gezegd de topper van de week op de woensdag. Woensdag wordt het naar alle waarschijnlijkheid een zomer Dag met 25 graden. En daarna gaat de temperatuur weer een kleine stap terug. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.